Yo, leuk dat je weer kijkt. Vandaag weer een nieuwe mooie video. Ik ben vandaag speaker bij de Sterkste Man van Midden-Nederland, georganiseerd door Gianluca Hop. Twee gewichtsklasses, de min 105 en de plus 105. Allemaal in Spakenburg, dus twee wedstrijden dit jaar, hartstikke mooi. En ik ga er nu heen. Ben ik vandaag met Adam Savage van Midbusters. We gaan allemaal experimenten doen. Allemaal experimenten doen, ja. We hebben helemaal goed gedaan. We gaan axels bovenhoofd drukken, deadliften. Ja, 100%. Nee, hoor. Wow, de meest vermoeide man van Spakenburg. Oh shit, ja. Nee. Wat voor scheikundige benadering komt bij dit onderdeel kijken? Bij deze, kijk. MC squared is die gewoon. Ah, oké. Ja, ja. Oké, het is as om... As om... En straks heel veel, heel veel Isaac Newton komt er ook bij kijken. Oh ja, Newton, ja. Ja, oké. Is die man van die lampen, toch, of niet? Ja, dat is die man. Ja, oké. Okay. Dankjewel. We gaan het over de strakke groepen. Een hele goede grip op je hand maken. Wow. Ja, wow. Dat staat op camera. Het is zo warm in het schip opwarmen. Ongelooflijk. Met een stiekje. Ja. Wat denk je van vandaag, Ruben? Dominantie? Een mooie wedstrijd wordt. Nou, dat is niet zo zeker, want ik heb sinds gisteren gehoord dat Joey meedoet. Maar hij is wel een aardige concurrent. Ja, er is toch een groepje van vier die wel een lekkere strijd gaan geven, verwacht ik zelf. Ja. Kijk, zo'n schattige vrijwilliger die we hebben. Dan vind je lekker moe. Ja. Ik heb een klikker. Geboren leider, hè? Geboren leider. Ja. Ik ga ook de kunstacademie doen. Ja, dit is voorbij. Dit gesprek is voorbij. Is dit de vlog? Dit is de vlog, ja. De vlog. Dit komt er gewoon in. Dit is de vlog. Maar, ik heb jou al genoeg gehad. Moet je dit zien? Olivier, jongens. Ah, hij is short, wow. 96, tientje per maand. Oh ja, nee. Mijn tientje heb je. Mijn tientje heb je, jongen. Echt waar. Ja, gratis dit. Oké, we hebben net dus het eerste onderdeel gehad, de Excel Press. Bij de min 105, 7 goede herhalingen voor Joey Henraad. Hartstikke makkelijke overwinning, daarna twee jongens op 4 herhalingen. Vervolgens kregen we de plus 105, hadden we Alex Verbeek, Jacob Slump en, wie dan meer? Hadden nog een jongen, ook 4 herhalingen. Guus natuurlijk. Sorry Guus. 4 herhalingen, dus we gaan door naar de Joke. Mini Luca. Hallo. Gijs, zou je wat willen vertellen over vroeger? Nee man, verleden tijd. Waarom niet? Doe dat altijd. Vroeger is vroeger, we leven in het nu tegenwoordig. Dit heb ik nu op camera, dit heb ik nu op camera staan. Hoef er nooit meer een verhaal te horen van vroeger. Hallo, mijn naam is Wim van de Groep. En hij is lekker. Hallo Kevin. Hey, hoe vind je het gaan? Ja, eerste onderdeel gedaan, maar... Ja, waarom ging de Excel niet? Ja, het is gewoon mijn sterkste onderdeel. Ik heb niet zoveel power in mijn schouders. Mm. Opwarmen ging wel lekker, maar ik toch een beetje spanning. En het zat er gewoon niet in, helaas. Nu Redemption, hè? Die ook, Farmers. Ah, we hebben nog vier onderdelen te gaan, dus het komt helemaal goed. Tuurlijk. Ben je blij? Dan kom je erop. Ja. Zeg even like en subscribe. Like en subscribe op Kevin Haas. Ring de bel. Ja, ring de bel. Tadaa! Je zit in de vlog met je rode voorhoofd. Dus. Maar, ik kom even vragen. Nou. Winnaar van het eerste of van het tweede onderdeel, of wordt gaan? Wow. Ja. Wow, jij zit erachter? Ja. Dat is Sibe Jansen. Goed. Ja? Ik had niet verwacht dat ik eerste werd. Maar gewoon een goede kopstoot. Ja. En dan hoofd op nul. Ja. Gewoon rennen. Lekker man. En dan red het al. Goed gedaan. Dankjewel. Winnaar van het tweede onderdeel, Sibe Jansen. We gaan nu naar de derde. We gaan nu deadliften.
En volgens mij is de deadlift onder 150, 140 kilo reps. Dus nou, daar zitten 50 kilo, 225 schijven. Dus is nog maar 2 kilo. Inclusief de stang maakt 220, dus dan nog 2 tientjes erbij. Gymnasium hoor, gymnasium. Maar ik heb de haven afgevoerd. Ah, oké, hey, details jongen. Dus, en dan eindigen we met 270 voor de plus 105. Oh ja, tuurlijk. En daarna gaat Boudewijn 505 kilo deadliften. Ja, 503, hè? Lekker pik, hey. Minimalisme. 502, hoor. Ja, 502. 501,5. Dus, oké, zo door naar het volgende onderdeel. Met de deadlift gaat 240 kilo voor de min 105 gewonnen door Ruben. Siebe had er 11, Joey had er 11 en Ruben is eindig op 12. Dus best veel reps, 240 kilo. Plus 105 ging, nou ja, 1 man, Guus Palmer, 9 herhalingen. Dus we gaan nu door naar de Fingal Fingers. Nog 2 onderdelen te gaan, spannende strijd. Welke doe jij? John, sluit jij? Hallo, we zijn hier live met iemand. Nee, we zijn hier live. Van de krachtschuur. Stel jezelf even voor. Alex van de krachtschuur. En wat ga jij doen? Ja, Alex! Ik ga bij Fingal Fingers. Een bandje trekken. Bandje trekken. Oh, dat is leuk. Moet iets te doen hebben. Goed Mario. Maar ja, jullie hebben altijd het onderdeel gewonnen. Sander, hoe voel je? Ja, heb je ook het onderdeel gewonnen? Ja, zeker man! Ja, even, jij wil met Siebe, hè? Siebe? Ja, die heb ik 11. Fuck Siebe. Oké. Maar ja, ben je blij? Ja, zeker. Ja? Ik ben blij dat hij voorbij is. Ja. Ik had verwacht dat we 10 reps max of 10 reps plus zouden moeten doen voor de winst. Ja, dat is gewoon echt niet leuk om te doen. Nee, snap ik. Dat is te veel. Ja, moet nog zwaarder maken. Dus nou daar nog stenen. Ja. Eitje, voor mij is dat Siebe of niet? Is dat Siebe? Dat is hem. Ja. Ik weet ook niet. Ik weet het niet, maar... Heb jij Siebe gezien? Nee. Oké, okay, nou ja. Boks hem houden. Kom naar de volgende. De battle voor de min 105 en voor Lux Buikhaar. Hij is geschoren. Jij een mooi buik. Dus we gaan naar het laatste onderdeel. De stenen. Jordi. Je moet dit even. Wat? Ah, wat schattig. Ja. Daar gaan we. Laatste onderdeel. Jordi is volgens mij. Dit gaat sneller, mensen. Dit gaat snel. Gaat hij de tijd voor Joey aanpakken? Moet Ruben zijn koren gaan maken? Daar gaat hij. Dit zijn de stenen van de waarheid. Hoppa. Nu moet hij aanvallen. Hij moet hem pakken. Kom op, pak hem staan. De zwarte steen. Gaat hij hem pakken? Ja, 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 ja. Hij moet hem hebben. Hij weet dat hij moet. Ja, 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 ja. Laatste onderdeel nog heel spannend geworden bij de plus 105. We gaan nu afwachten of wie er heeft gewonnen. Guus Palmer of Jacob Slam. Jacob was wat langzaam op de eerste 3 stenen. Guus Palmer overtuigend alle 5 erop. En de min 105 overduidelijk Ruben Kraai. Die ze allemaal erop gooiden en daarmee gewoon de kampioen is. Op voorsprong en voor mij gewoon de stenen tweede. Dus bijna alle punten. Dus we gaan nu even afwachten of de prijs en de reiking. En Boudewijn gaat alles losgroeven hier zo. Wauw. Ja, ja. Winnen. Hoe voel je? Eerste winst. Ja, lekker man. Ja, ik ben fucking blij. Ja, snap ik. Dat is een goede wedstrijd om te winnen. Ik bedoel, 1 kilogram kwark wereldrecord houden. Ja, ja, ja. 53 seconden.
Ja, maar echt heel blij met... Je weet wel waar zijn prioriteiten liggen, hè? Ja, goed man. Ja, prioriteiten, voor gewerkt, dus. Eten en... Ja. En dan is het toch met... Ja, goed gedaan, man. Hey. Ben je blij? Ja. Ja? Komt dit wel op de Kevin Haas? Ja, dit komt erop. Oh, ja. Dus samen. Ja. Samen. Hey. Hey. Derde plek. Echt koken, hè? Horst? Ja, ja. Ja, ja. Zo klinkt koper. Zo klinkt koper. Dat weet je. Kun je er ook bier uit drinken? Ja, ik zal wat doen, ja. Ja, misschien dat onderste laag kunnen. Je kan er een goed tequila shotje uit drinken. Dus. Goed gedaan, man. Dankjewel, Kev. En deze ook? Je hebt ook leuk gespeakerd, Kev. Ja, ik vond het leuk. Ja, ik zal lekker te ouwen. Ja. SCL Jelle, doe het, doe het. Ja! Ik stik er bijna. Ja, ik stop hiermee hoor, want dat kan niet. Geen SCL Jelle meer. Oké, dat was dus de sterkste man van Midden-Nederland. Guus Palme heb gewonnen, Ruben van Kraai. Dus dikke battle gezien. Heel spannend bij de min 105 en uiteindelijk nog een hele verrassende overwinning bij de plus 105. Ik zit hier met de organisator natuurlijk, Gianluca Hop. Wat vond je er zelf van? Een hele geslaagde dag. Ja toch? Ja, mooi weer. Ja. Alles erop en eraan. Ja. Dus alle deelnemers top gedaan. Zeker. Mooi onderdelen. Ja toch? Ja. Ik heb een stem gewoon nog. Ja. Ik heb niet zoveel geschreeuwd, dat scheelt. Dus ik vond het super leuk om speaker te zijn. En ja, we hebben echt mooi publiek gehad vandaag. Mooie onderdelen. Een hoop weer geleerd ook. Wat de volgende keer nog weer beter kan. En gewoon een hoop goede dingen gedaan. Dus op naar de volgende. Yes. Dus. Dank u wel voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. Ja, te subscriben. Ja, like en subscriben. Ja, dat zou ik echt leuk vinden. Want we moeten gewoon echt hoger nog. Hoger. Dat is goede content. Dit is content die je wil zien. Ja, dit is gewoon top. Timelapse. Ja. Hey, houdoe hè.